Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Six Flags Holland. Het is een passie. Het is een obsessie. Is het ware liefde of pure adrenaline? De fanatieke achtbaanliefhebbers kunnen geen dag zonder een ritje in de achtbaan. Hoe groter, langer en sneller, hoe beter. Ga er maar eens goed voor zitten en zorg dat je heel goed vastzit, want het wordt een woeste rit. Ontwerpers weten dat achtbaanliefhebbers het heerlijk vinden om te vliegen. Daarvoor komen ze telkens terug naar een attractiepark. En de zoevende, suizende, bloedstollende ninja op Six Flags Magic Mountain bij Los Angeles geeft je het gevoel dat je een valk bent die over het Californische landschap scheert. De ninja werd gebouwd door Aerodynamics en in 1998 in gebruik genomen. Hij is met niets anders aan de Amerikaanse westkust te vergelijken. Ninja is an extremely popular coaster. It probably has a wider range of appeal than any other coaster. Little kids love it, grandparents love it, everybody loves Ninja. It's the only suspended roller coaster on the West Coast. The cars are free to swing left and right as you go around through the zigzag turns. It makes very good use of the terrain, coming very close to the ground a number of times. Ninja's like dangling and there's twists and turns and you go by water. Personally, it's my favorite roller coaster at Magic Mountain because you dangle. It's like you're in these little boxes and you're just going through the trees and you're just swinging around. Achtbaanliefhebbers zijn misschien zo dol op Ninja omdat hij je het gevoel geeft dat je naar de horizon vliegt. Het is echt net of je vliegt. En snel ook. What's up everybody? My name is Lisa. I'm at Six Flags Magic Mountain with my boyfriend Jim right here. What up Jim? Everybody say hi. We're on the ride Ninja right now. There's a rail above us. There's nothing below us but some water and some trees. We're getting crazy. Going like the right banks and just down the waterline, so you have no idea where we're gonna turn next. You can't really tell where you're going because you're going so fast and you're moving side to side. I feel like kind of like a monkey because I'm just like going through the trees, kind of like a butterfly or something, because you're just like you're kind of wafting through the air and it's like surfing maybe. Yeah. Ja, in de Ninja is het net of je surft, maar dan wel op een vloedgolf. Er zullen steeds weer nieuwe achtbanen komen. Steeds waanzinniger, steeds ijzingwekkender. Ze zullen ontwerpers, attractieparken en de meest verwende achtbaanliefhebbers op de proef stellen. De toekomst ziet er zonnig uit. It's already been announced by Aero that they'll be introducing a 700-foot coaster / freefall ride. So, I mean, you know, where do you go from there? Een 200 meter hoge achtbaan. Dat is tweemaal zo hoog als de Euromast. De fantasie van achtbaanontwerpers kent nauwelijks grenzen. I think the future of roller coasters is taking away more of your security. Taking away the security of having a place to put your feet. Taking away the security of having a place to hold on. Taking away the security of knowing which way up and down is. There are many manufacturers, I think, who have totally different ideas of where coasters are going to go in the future. And that's really the beauty of it. And that'll, you know, give everybody the greatest chance to do different rides, experience different things. Je wilt iets snels. Je wilt uit je dak gaan. Je kunt het zo gek niet verzinnen of het is hier te vinden. Deze waanzinnige bedenksels bezorgen je pure opwinding. Achtbanen in Californië, de machines van de angst. Maak kans op een reis naar Six Flags Great Adventure USA. Of kaarten voor Six Flags Holland. SMS V8 naar 4888 en onderga zelfs spectaculaire thrill rides.
Dit programma werd mede mogelijk gemaakt door Six Flags Holland.